We zitten in de laatste maand van het jaar, en dus is het weer een goed moment om te gaan kijken of we dit jaar nog iets kunnen veranderen, waardoor we weer wat geld kunnen besparen. Iets wat ik vorig jaar ook heb gedaan: en toen had ik een hele mooie besparing van meer dan 4000 euro. Nou, laten we hopen dat ik dat dit jaar opnieuw kan doen. Ik zal drie kleine dingen bespreken die elk vaak al rond de 200 euro kunnen besparen. Dus als jij dat ook hebt, en waarschijnlijk zijn ze ook voor jou van toepassing, is dat al snel 600 euro voor het komende jaar. En het vierde punt is een beetje afhankelijk van je situatie, misschien nog niet op dit moment, maar wel iets voor in de toekomst. En juist daar kun je veel mee besparen. Juist deze periode, zo rond Black Friday en Cyber Monday, is een goed moment om te gaan kijken of je kunt besparen. Maar denk ook aan goede planning, want bijvoorbeeld met de Belastingdienst, dan wil je het voor het einde van het jaar geregeld hebben. Dus laten we. Net zoals vorig jaar proberen enkele duizenden euro's te besparen. Binnen een uur zelfs nog wel. Dus we gaan ons best doen. Laten we snel beginnen. Als je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Op dit kanaal maak ik elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen en passief inkomen. Vind je dit nou een leuke en interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik dat jij hem leuk vindt, maar krijg ook meer mensen deze video te zien op YouTube en kunnen dus meer mensen geld gaan besparen. En wil je nou meer van dit soort video's zien? Vergeet dan vooral niet om te abonneren op het kanaal, dan krijg je dus elke week twee video's over dit soort onderwerpen. Maar laten we nou gaan kijken naar de besparingen die ik voor het komende jaar die ik dus in deze maand eigenlijk heb gedaan. En de eerste daarvan is de zorgverzekering. En ik heb hier volgens mij één of twee weken geleden al een video over gemaakt. Ik zal hem hier even linken trouwens. En daarin kun je eigenlijk zien voor waar ik op let en hoeveel je kunt besparen. Nou, het is verplicht vanuit de overheid, maar dat wil niet zeggen dat je een paar keuzes kunt maken die. Misschien het beste bij jouw situatie passen. Nou, voor mij zijn er drie keuzes geweest. En dat is ten eerste de restitutieverzekering. Zodat al mijn zorg vergoed wordt in alle ziekenhuizen in Nederland. Ten tweede heb ik een verhoogd eigen risico. Dit komt natuurlijk omdat ik voldoende buffer heb opgebouwd: financiële buffer. Om, mocht er nou iets zijn, dat ik dit extra 500 euro die je maximaal kunt verhogen, makkelijk op te vangen. En door je eigen risico te verhogen, gaat natuurlijk je maandlasten telkens omlaag. En ik heb ervoor gekozen om geen aanvullende zorg te doen. Dit is op mijn verwachting voor het komende jaar, maar ook gebaseerd op de afgelopen jaren. Ik heb eigenlijk. Nooit maak ik ergens gebruik van, behalve van de tandarts, en dat is een paar tientjes. Dus ook daarom is het voor mij dat niet van toepassing en heeft het dus geen zin om aanvullende zorg te bij te pakken. Om nou te kijken welke zorgverzekering het beste bij mij past, ga ik natuurlijk altijd naar internet. Ik heb zelf sinds twee weken op mijn website een vergelijker gemaakt van zorgverzekeraars. Ik zal trouwens een linkje even trouwens onder de video plaatsen, mocht je nou willen uitzoeken welke het beste bij jou past. Maar als we daar naartoe gaan, zien we een grote variatie aan zorgverzekeraars staan met enkele keuzeopties aan de linkerzijde. Nou, daar kunnen we dus dingen. Invullen om te kijken naar de zorgverzekering die het beste bij je past. Zoals gezegd kies ik voor restitutie en met een standaard uh, eigen risico van 385 euro kost die verzekering dan de goedkoopste ORA 116,50 euro in de maand. Maar zoals gezegd, ik wil mijn eigen risico verhogen met 500 euro. Dat is het maximum naar 885 euro. En daardoor verandert zoals gezegd de maandpremie. Die daalt dan naar 99 euro en 83 cent. En dat is dus eigenlijk een besparing van 16 euro en 67 cent per maand. Oftewel 200 euro en 4 cent per jaar. Dus juist omdat ik persoonlijk al genoeg voldoende financiële buffer heb... kan ik mijn eigen risico verhogen. Ook in combinatie natuurlijk met dat ik geen zorg verwacht voor het komende jaar... En mocht er nou iets zijn, dan kan ik het bedrag van 885 euro makkelijk opvangen. Daardoor kunnen mijn maanlasten dus omlaag. En zoals gezegd, kan ik op die manier al 200 euro besparen. Alleen op mijn zorgverzekering. Een tweede punt om makkelijk en veel op te besparen is energie. Mijn energiecontract is anderhalve maand geleden uh, afgelopen, het contract. Dus ik heb. De keuze om eventueel over te stappen of te blijven. Nou, voorheen had ik een contract voor drie jaar afgesloten met achteraf gezien best wel gunstige tarieven. Er is inmiddels veel veranderd en ook voor de toekomst wil ik telkens een jaar contract hebben. Ten eerste omdat de toekomst eigenlijk gewoon onzeker is. Ik zie wel dat we steeds meer uh, elektra gaan gebruiken, waardoor de vraag dus toeneemt, maar ook het aanbod steeds meer mensen gaan zelf energie opwekken en dat soort dingen. Ja, dus wat de Prijs gaat doen, dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar ook zeker omdat als je als nieuwe klant je eigen ergens aanmeldt, je altijd voordeeltjes hebt, korting hebt. Ja, als je drie jaar ergens bij zit, dan is dat niet zo. En dat zijn dus ook redenen dat ik weer wil gaan overstappen. En in dit geval dus met een contract van één jaar. Ook hier voor energie heb ik op de website een vergelijker geplaatst van best wel wat energieaanbieders. En daar kun je, zoals je gewend bent, je eigen adres invullen. Met het verbruik wat je hebt, of ongeveer hebt om te gaan kijken welke aanbieders welke prijzen aanbieden. Op dit moment heb ik Eneco met 1291,20 euro per jaar. Nou, gaan we dus naar mijn vergelijker kijken? Dan zie je daar Oxio naar boven komen. Die heeft voor 1099,51 euro en 51 cent per jaar hetzelfde aanbod. Want het is dezelfde stroom. Het is ook groene stroom, trouwens, want dat vind ik dan wel weer belangrijk. En gas, ja, dat is ook overal hetzelfde. Um, ja, ze bieden eigenlijk dus hetzelfde product aan als Eneco, alleen tegen een lagere prijs. En door over te stappen kan ik dus bijna 192 euro besparen. En samen met het vorige, de zorgverzekering, komt hierdoor het totaal al op 391 euro. Het volgende punt om op te besparen is alles in één. Of in ons geval tv en internet, want meer heb ik niet nodig. Nou, vorig jaar had ik een heel erg goede deal bij KPN. Ik was al klant bij KPN, maar nieuwe klanten kregen 9 maanden korting. Ik had ze gebeld dat ik ook van die aanbieding gebruik wilde maken. Maar dat was eigenlijk alleen voor nieuwe klanten. Nou, toen ik dreigde over te stappen naar Ziggo met een goede deal... Deal. Toen hebben ze toch gezegd: het geldt ook voor jou, en op die manier had ik al 215 euro bespaard. Dus ik dacht dit jaar hetzelfde te gaan doen. Alleen dit jaar hadden ze helemaal niet zo'n interessante deal, en ik wil eigenlijk ook liever niet naar Ziggo. Dat heeft te maken met glasvezel en dat soort dingen. Dus ik ben op zoek naar een andere leverancier. En je verwacht het niet, maar ook daar heb ik inmiddels dus een vergelijker van op mijn website gezet. Want ik wil jullie graag helpen om de juiste deal te vinden. Wederom een link vind je onder deze video daar naartoe. En als we daar gaan kijken, zien we dus weer wederom verschillende aanbieders. En kun je ook weer aanvinken wat je graag zou willen hebben. Maar zoals gezegd in het vorige punt, ik ben inmiddels klant of ik ga klant worden van Oxio. Dus het is ook interessant om voor mij Oxio hierbij te kiezen. Juist vanwege het voordeel omdat ik al klant bij hun ben. Ik had namelijk wel wat eisen. Ten eerste wilde ik eigenlijk op het KPI-netwerk blijven zitten. Zitten. Zoals gezegd, ook vanwege het glasvezel. Ik ben verder alleen op zoek naar TV en internet. Bellen gebruiken we niet. Ik heb al een tijdje een telefoonnummer gehad maar ja uiteindelijk gewoon losgeplukt omdat die telefoon toch alleen in de weg stond. want zelfs mobiel bellen doe ik al heel weinig. zoals gezegd wil ik wel een glasvezel hebben met 100 Mbps en dat is eigenlijk vooral vanwege de upload die ik best wel snel wil hebben. want ja dat heb je als YouTuber best wel nodig, zeker misschien wel in de toekomst met livestreams en dat soort dingen. dus dat is eigenlijk wel een van de vereisten. ik wil niet op één plek tv kunnen kijken, maar ook in de slaapkamer. dus een extra tv ontvanger. en als laatste wil ik natuurlijk programma's kunnen opnemen, makkelijk ook als je onderweg bent en ergens nog snel aan denkt, of je hebt het ergens over op een Feestje van heb je dit programma toevallig gezien of dit komt vanavond op tv dat je snel even kunt inschakelen want eigenlijk alles. Als ik al tv kijk, is het van tevoren opgenomen en speel ik het af op het moment dat het mij uitkomt. Zoals gezegd had ik op dit moment KPN, maar die deal is inmiddels afgelopen. En ik betaal op dit moment 67,49 euro per maand, oftewel 809,88 euro per jaar. Maar als we gaan kijken en overstappen naar Auxio, dan hebben ze daar wel weer een deal. Ook voor de eerste zes maanden. Als we daar gaan kijken, betaal je 6 maanden lang 42,95 euro, want je krijgt 12,50 euro korting. En die andere zes maanden betaal je 54,95 euro. En dat komt dus uit op 587,22 euro en 22 cent per jaar. Oftewel 222,77 euro en 77 cent besparing. Alleen al op tv en internet. En samen met die andere besparing van telkens rond de 200 euro. Zitten we inmiddels dus met deze drie dingen. Op een besparing van meer dan 614 euro. Maar de grootste besparing van 4100 euro zit in mijn laatste punt. En dat is pensioenbeleggen. Want naast mijn vaste baan, mijn salaris. ben ik ook nog steeds zelfstandig ondernemer. Voorheen was dat in de vorm van een winkel. Die heb ik dus vorig jaar gesloten um, en dit jaar is dat eigenlijk inkomen uit mijn YouTube-kanaal en uit mijn website. Het inkomen dat ik met mijn eigen bedrijf verdien kan ik natuurlijk ook gebruiken om aan mijn pensioen te op te bouwen, want ja, dat moet je zelf doen als zelfstandig ondernemer. En dat heet dus pensioen beleggen, want in principe ga je beleggen voor je pensioen en lijkt het een beetje op de regeling die je hebt wanneer je een vaste baan en een in loondienst bent dus. Het is iets anders dan wanneer je gewoon geld zou beleggen via een normale rekening, bijvoorbeeld bij de Giro. Pensioenbeleggen doe ik via Brand New Day. Dat is namelijk iets wat belastingtechnischer, wat interessanter. Het enige nadeel kun je zeggen nadeel tussen haakjes is dat je het geld wat je daar via die manier belegt wel pas beschikbaar komt wanneer je je pensioenleeftijd hebt bereikt dat is eigenlijk niet heel veel anders dan wanneer je dus in loondienst zou zijn alleen in, via deze constructie zoals gezegd als zelfstandig ondernemer moet je het in dit geval zelf regelen en ik doe dit inmiddels al enkele jaren via Brand New Day ik zal een link daarvan trouwens ook weer onder deze video plaatsen tegenwoordig is dat nog standaard 50 euro in de maand voorheen was dat 100 euro in de maand maar ja dit jaar ben ik eigenlijk laag begonnen, weer omdat ik eigenlijk niks had. Inmiddels mijn YouTube-kanaal opgebouwd, en nu verdien ik wel weer behoorlijk wat. Dus misschien dat ik het voor het komende jaar wel aanpas. Maar je kunt altijd nog bijstorten, natuurlijk op het einde van het jaar. En dat is dus wat ik ook op dit moment van plan ben. Om nou te weten hoeveel je nog kunt storten of mag storten via deze regeling, dan moet je eigenlijk op het internet gaan zoeken om de jaarruimte te berekenen, zo heet dat. Dat kan via de Belastingdienst zelf, het kan ook via andere websites. Maar op basis van hoeveel inkomen of winst je hebt gehad en hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd in dat jaar, komt er een bedrag. En dat bedrag mag je dus nog bijstorten op dat moment. Gebruik maken van je jaarruimte, zoals dat dan heet. En op basis daarvan heb ik besloten om nog 1200 euro bij te storten in de laatste maand van het jaar. Nou, deze 1200 euro in combinatie met 12 maanden van 50 euro is dus 1800 euro dat ik dit jaar via pensioenbeleggen ga inleggen. Ik heb nog 36 jaar te gaan totdat ik mijn pensioenleeftijd bereik. En ik ga uit van een gemiddelde jaarrendement, zeg maar, een rendement op mijn beleggingen van 7%, wat we. Redelijk vaak zien op de beurzen, in ieder geval op lange periode. En dan gaan we twee scenario's bekijken om eigenlijk die besparing waar ik het telkens over heb van 4100 euro te kunnen berekenen. Het eerste scenario is dat we eerst gaan belasting gaan betalen en daarna pas gaan investeren. In dat geval zou ik dus 1800 euro hebben keer 100% min 40%. Want gemiddeld zeg maar dat mensen 40% belasting betalen. Oftewel je houdt over 1080 euro om te gaan beleggen. Als je die 1080 euro dan gaat beleggen tegen 7% per jaar voor de komende 36 jaar. Zou je gemiddeld gezien kunnen verwachten 12.338 euro op het einde van die periode? Dat je dus hebt opgebouwd aan vermogen. Nou, het tweede scenario is hetgene van pensioenbeleggen. En dat betekent dat we nu nog geen belasting gaan betalen over dit bedrag. We gaan dus bruto geld inleggen. En op het moment dat we het eruit halen met je pensioen, pas dan gaan we belasting betalen. Dit zorgt natuurlijk ten eerste voor dat je meer kunt inleggen en dat het dus sneller kan groeien. Maar ook later, als je pensioenleeftijd helemaal hebt bereikt, val je in een lager belastingpercentage. Van 20% dus het is ook nog de belasting die je betaalt minder. In dit geval gaan we dus eerst 1800 euro meteen inleggen tegen 7% per jaar voor de komende 36 jaar. En dat gaat dan uitkomen op 20.563 euro is de verwachting. Nou, als we die 20.563 euro keer 100% min 20% doen, zoals gezegd 20% belasting, hou je aan het einde waarschijnlijk ongeveer als we een beetje op de historie mogen baseren, 16.450 euro over. En als je misschien hebt meegerekend is dat best wel een groot verschil, want hier komt namelijk het verschil van die 4.100 euro vandaan. En eigenlijk doe je in beide gevallen evenveel beleggen, alleen via de ene manier doe je het zoals de Belastingdienst het aanbiedt en heb je dus een gunstige regeling en kun je dus 4.000 euro meer Verwacht op het einde van die 36 jaar, dan wanneer je het eerst zeg maar, naar je eigen rekening zou overmaken, daar belasting over betaalt en vervolgens dat bedrag pas belegt. En zoals gezegd, dit geld staat dan via pensioenbeleggen wel op zich vast. Je kunt het pas gebruiken wanneer je met pensioen gaat. En mocht je het van tevoren willen pakken, dan betaal je gewoon een belasting. Uh, Ten eerste die belasting normaal al een klein beetje een boete. Maar doe je dat niet en laat je het gewoon staan tot die periode. Dan kun je dus op alleen van dit jaar deze inleg al 33% meer rendement verwachten dan wanneer je die andere constructie zou gebruiken. Dus dat maakt het voor zelfstandige ondernemers, mensen die zelfs een pensioen moeten regelen, wel heel erg interessant om deze constructie te gebruiken die gewoon door de Belastingdienst wordt aangeboden. Dus ja, laten we het ook een keer doen en geld besparen. En met deze vier dingen samen zie je dus dat we meer dan 4726 euro. Besparen, zoals gezegd, ten eerste de zorgverzekering van 200 euro. Vervolgens, door energie van 191 euro. De TV en internet, of alles in één, van bijna 223 euro. En tenslotte, dus pensioenbeleggen van 4112 euro. En zo zie je maar dat ik denk dat ik hier nog geen uur mee bezig ben, dat met deze besparingen, dus bijna 4700 of meer dan 4700 euro kan besparen. Dus dat lijkt mij een prima besparing voor een uurtje werk. En dan heb ik het eigenlijk niet eens over het feit dat ik van die eerste drie besparingen, die 615 euro, dat bedrag nog zou kunnen beleggen voor de komende jaren. Maar laten we dat even buiten beschouwing. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze video. Ik denk zeker dat het een leuke en interessante video is voor jou als je geld kunt besparen. En ik denk eigenlijk drie, de eerste drie dingen die ik heb besproken, dat die zeker van jou op, van toepassing zijn. Het vierde hangt een beetje af van je situatie, of je nou al zelfstandig ondernemer bent. Maar nou, misschien motiveer ik jou wel om in 2020 te beginnen, dus misschien is het wel iets wat volgend jaar weer rekening mee kunt houden. En vond je dit nou een leuke en interessante video, geef dan zeker even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder, geef een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval weten onder deze video wat je goed of minder goed vond. Want dan kan ik dat meenemen naar de volgende video. En als je nog steeds aan het kijken bent, maar je bent nog geen lid van het kanaal, klik dan hieronder op abonneren. Ik maak zoals gezegd elke week twee video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus als je je eigen abonneert en op het belicoontje klikt daarnaast, krijg je weer een melding als ik een nieuwe video online zet. En dan zie ik je graag in de volgende video terug.